feest weg of geen, morgen zijn Luc Verschuren en Dirk Somers weer om gastheer in de Dennenhof op het domein van Bokrijk voor 3 uur Sportcafé Live. Tussen 5 en 8 ontvangen ze Jan Keulemans, Eddy Anijs, Frank Peraar, Angie Dillon, Margriet Hermans en Eddy Wally. De grote verrassing wordt zonder twijfel de uitreiking van de Sportcafé-trofees. Morgen dus tussen 5 en 8 Sportcafé van BRT2 Omroep Limburg live. Wat u daarnet hoorde was niet bestemd voor het beeld dat u erbij zag, maar zo weet u maar meteen dat u morgen terecht kunt voor 2 sportprogramma's. Eentje op BRT1 Radio en vanaf 5 uur op BRT2. Wat hebben wij vanavond nog op het programma? Wel een aflevering van De Vereffenaar. En die speelt zich ook af in kerstsfeer. Alleen wordt het voor Robert McCall geen vredige kerst. Dat ziet u vanaf 11 uur. En nu iedereen toch op zijn eigen manier het jaar afrondt, gaan we ook maar eens kijken hoe terloops dat doet. Zij pakken uit met 4 al eerder, maar toch wel opmerkelijke reportages. Zo herinnert u zich misschien nog het kijkje achter de schermen van het Wassenbeeldmuseum van Madame Tussaud, het gesprekje met pastoor Mignot die al 25 jaar op Hertoginnendal woont, het bezoek aan Vlaamse Indianen en een bezoek aan Frankrijk aan de streek waar de Calvados wordt gemaakt. Deze 4 reportages krijgt u in een mooie kerstverpakking aangeboden door Bob van Baal. Vooraleer ons jaaroverzicht te beginnen, nog wat kerstsfeer. Begin november waren wij te gast in een kleine woning, de Wezenbeek Oppem. Tussen de kale muren leefden de bewoners in een grote verwachting. Zoals wij allemaal, met kerstmis, vol goede wil. En dit zijn de bewoners. Het gezin Vogel Starzinska. Moeder Vera Starzinska, jaren geleden uit Polen overgewaaid, zit al maanden vol ongeduld te wachten op de verwezenlijking van andermaal een meesterwerk. Tot grote opluchting mocht zij starten, ditmaal onder het cameraoog. Vervolg straks. Oktobermaand in Normandië. In de Calvados-streek, in Le Pays d'Auge, Leur en Bas-Normandie beginnen de boeren met de oogst van hun appelen. Ze doen dat al zolang mensen kunnen werken. Sommige oogsten machinaal, maar hier en daar vind je nog enkele die de appelen rapen met de hand. Dat is beter, zeggen ze. Dat is à l'ancienne. Pont-l'Évêque en Isigny, maar ook in Lisieux en talloze andere dorpjes verscholen achter groene heuvelruggen, kan een argeloze bezoeker af en toe dit vreemde ding zien rondrijden. Langzaam van hoeve naar hoeve. Het is een alambiek, een vreemd mobiel dat gedachten oproept van alchemie, industriële archeologie en lang vergane ambachten. De alambiek doet tientallen hoeves aan om er bij de boeren hun cider, die ze soms jaren voordien uit hun appelen hebben geperst,
om te toveren tot de meest begeerde drank van de streek en ver daarbuiten, de Calvados. Ook monsieur Hernand heeft dit jaar wat cider op vaten. Straks zal die cider Calvados worden voor persoonlijk gebruik. Maar de Franse wet legt productiebeperkingen op. Ah ben, d'ici le, pour l'instant, 10 litres d'alcool pur. Uh-huh. Ça veut dire 3 litres, 3 hectolitres 50 de cidre, quoi. C'est ça. C'est pas terrible, mais enfin, c'est uniquement pour les besoins de la télévision belge, je crois, quoi, hein, quand on a repris ça. Ouais. Hein, vroeger, in mistige tijden, stookten de meeste boeren hun calvados zelf, thuis, op de hoeve, met klein destilleeralaam. Maar de Franse wet Parijs, zeg maar, legde dit oeroude gebruik aan banden en toen verscheen de rondrijdende alambiek in het Normandische landschap. En Parijs wikte en woog en de boer, hij stookte door. Eigenaar, destillateur van een van de zeldzame alambiks is monsieur Ferrand uit Lisieux. Un alambic, c'est fait pour transformer le cidre en calvados. Oui. Alors, vous prenez du cidre, la matière première, dans la cave qui est derrière vous, dans le bâtiment. Un alambic is dus een rondrijdend distilleerapparaat. Distilleren komt van het Latijn destillare, wat zoveel wil zeggen als afdruppelen. Een mengsel van vloeistoffen, in dit geval cidre van diverse appelsoorten, wordt verhit, zodat er een soort van damp of stoom ontstaat. Vloeistof en damp worden dan gescheiden van elkaar en de damp wordt afgekoeld. En door die afkoeling wordt die damp weer vloeibaar. En aan het einde van het verhaal zit je met een eau de vie, alcohol, veel alcohol. Vous portez en pression, la vapeur traverse le cidre et ça part en vapeur en haut de la colonne de distillation et après c'est concentré et refroidi complètement pour sortir bon à la consommation. Tiens Jean-Pierre, qu'est-ce que tu fais maintenant Alors là, je pompe des vapeurs lourdes. C'est des vapeurs d'eau, enfin des vapeurs plus légères, plus lourdes que les vapeurs d'alcool, oui. Qui tombent dans ce petit baquet, oui. que je récupère avec ma pompe, que je remélange au cidre, oui. Pour éviter les pertes d'alcool. C'est cela. Parce que là, ça équivaut à peu près à 4 à 5 degrés. Maintenant, en ce qui concerne les degrés d'alcool, on peut la mesurer. Hein. Comment oui, est-ce que tu alors fais là, c'est en fonction de la vitesse de la chauffe. Oui. Plus je chauffe, et puis ça a un rapport aussi avec le degré du cidre. Oui. Plus mon cidre est fort, plus le calva vient plus vite. Oui. Et puis alors, si j'ai une baisse de température, je suis obligé de réduire ou d'augmenter pour maintenir mon degré à environ 70 degrés. Alors quand si j'ouvre, j'augmente le débit, je diminue mon degré. Oui. Si je ferme, j'augmente mon degré. C'est cela. Et on mesure cela avec ce petit appareil. Ça s'appelle un alcoomètre. Ah oui. Il y a combien de degrés maintenant? Là tout de suite, bah, je suis à 68 degrés. Là, je suis obligé de fermer un petit peu pour concentrer, arriver à 70 degrés. En zoals gezegd, Parijs wikte, maakte wetten en woog en de Normandische boer, hij stookte door. Dit jaar zijn ze tevreden daar in de Calvados-streek. De oogst is overvloedig en binnenkort wordt er weer geperst. En de cider zal dan de tonnen invloeien bij beekjes. En dan zal de boer 1, 2 of meer jaar wachten om hem te laten omtoveren tot Calvados. Bij de Hernans zijn ze niet zo happig op al die oogstmachines die de appelbomen kunnen beschadigen. De appelen worden, zoals grootvader dat al deed, met de gool van een boom geslagen, met de hand opgeraapt en dan op de graanzolder gestockeerd. C'est à partir du 1er octobre qu'on commence à ramasser les pommes. Oui.
Et les deuxièmes? Les deuxièmes années, enfin les deuxièmes variétés de pommes, c'est à partir du 15 octobre. Et les dernières, c'est au mois de novembre. Les tardives? Oui, les tardives, oui. Oui. Ça met 2 mois à peu près à ramasser toutes les variétés de pommes. Combien de variétés y en a-t-il environ? Environ, il y en a une cinquantaine. De variétés. Et cela est très important pour... Pour la qualité du cidre. C'est-à-dire on fait des mélanges de cidre avec les pommes, on fait plusieurs variétés, on a une sélection de cidre. On arrive à... On fait à l'ancienne, c'est-à-dire on ramasse, on gaule les pommes avec un morceau de bout de bois, ce qu'on appelle la gaule, et puis on ramasse à la main. Et pourquoi? Parce que c'est la meilleure qualité. C'est-à-dire qu'on ne ramasse pas les feuilles, on ne ramasse pas l'herbe, on ne ramasse que la pomme. Que la machine, ça ramasse tout. Ça ramasse tout ce qui est les déchets, un peu tous. C'est pas l'idéal pour faire du bon cidre. De daken van sommige hoeves in Normandië, het land van de Noormannen, hebben nog de vorm van een omgekeerde boeg van een schip. Want tradities worden hier in ere gehouden op alle gebied. En zo komt het dat ook hier de boer trots is op de producten van zijn eigen hand en van zijn eigen land. Quel est selon vous le secret pour obtenir un bon calva? Le secret, c'est de cueillir des pommes à la main, c'est de les mettre dans un grenier pour arriver à maturité comme il faut, et puis de faire du bon cidre, c'est-à-dire de brasser avec des ustensiles propres et des tonneaux aussi, surtout très propres, hein, oui. Pour avoir du bon cidre. Oui. Tout le matériel que l'on se sert pour brasser doit être impeccable. Oui. Vous mélangez de différentes variétés de pommes? Oui, on mélange différentes variétés, mais il y a des variétés qu'on élimine parce qu'ils ont certains parfums qui ne conviennent pas pour faire du cidre et du calvados. Oui. Maintenant, pour votre calvados à vous, vous faites appel à M. Ferrand? Pour mon calvados, je fais appel depuis X années à M. Ferrand, oui. Oui. J'ai toujours été très content de M. Ferrand et de ses services. Oui. Ah oui. M. Ferrand zit al 35 jaar in de alambic-stijl en zijn zoon Jean-Pierre volgt hem nu op. Er worden nochtans bijna geen licenties meer afgeleverd aan jongeren die ambulant willen destilleren. Voor enkele werd nochtans een uitzondering gemaakt, Jean-Pierre Ferrand. Alors, pour les plus jeunes, ce sont ceux qui ont été libérés à la guerre d'Algérie et qui doivent correspondre aux 3 conditions suivantes. Avoir été dans l'exploitation avant être parti en Algérie, avoir fait la guerre d'Algérie et ensuite, aussitôt libéré, avoir pris possession d'une ferme en tant qu'exploitant et récoltant, c'est-à-dire dans l'année qui suivait. Alors, les 3 conditions doivent être remplies, mais on ne peut pas cumuler une seule condition. J'ai tort quand je dis que c'est un métier qui disparaît. Non. Le nombre de clients à peu près par an qui disparaît, c'est de l'ordre de 50 à 80 clients par an. Er rijden in gans Normandië nog precies 12 alambics rond. Waarom zijn er nog maar zo weinig? Parce que c'est presque terminé. Ça a été arrêté par les lois Mendès France qu'on a supprimé les droits aux jeunes cultivateurs en 1959. Et depuis, le droit n'a jamais été redonné, oui, aux jeunes. Alors ça s'éteint. Parce que les anciens, ça fait 25 ans que la loi est passée.
Et les anciens élèvent là presque tous décédés ou partis en retraite ou âgés. Oui. Alors donc, nous diminuons la production complètement d'un bout à l'autre. Bourlebrie doet al decennia lang een beroep op de diensten van vader Ferrand. Hij zou nochtans ook, zoals zoveel anderen, zijn cider kunnen verkopen aan grote destillerieën. Maar daarin is Pierre Lebrie hoegenaamd niet geïnteresseerd. Le jour que je ne ferai plus de Calvados moi-même, je ne brasserai plus, je ne ferai plus de cider. Ouais. Oh non, j'envisage pas du tout brasser mes pommes pour les vendre à un industriel pour qu'il fasse du Calvados. C'est cela. Ouais. Ah non. Vous voulez que ça le reste artisanal? Absolument. D'abord, l'industriel n'arrivera pas à faire le calva que l'on fait nous. Hein. La qualité. La qualité que nous faisons nous. Mmh. Ouais. Il n'y a que moi qui y touche, moi, dans ma petite exploitation, il n'y a que moi qui y touche. Mmh. Qui le met en tonneau, qui le change de tonneau, qui. Boeren die aan huis stoken hebben recht op 10 liter pure alcohol per jaar voor eigen gebruik. In geval ze meer produceren, vallen ze soi-disant onder het systeem van appellation contrôlée en mogen ze ook rechtstreeks aan de verbruiker bijvoorbeeld toeristen verkopen. Jean-Pierre Ferrand. Un récoltant normal, généralement, la production se limite à dans les 15, 16, 17 litres de calvas et pour leurs besoins personnels. Tandis que l'appellation contrôlée, c'est pour pouvoir faire vieillir et commercialiser le produit du terroir. Het wettelijk aan banden leggen van de alambic business had volgens vader Ferrand uiteraard niks te maken met de openbare ivresse dronkenschap publiek. À mon avis, c'était pour supprimer tout le petit en faveur de l'industrie. C'est ça. Alors la situation actuelle est comment? La situation actuelle, si notre nouveau gouvernement ne rétablit pas les 10 litres, nous avons de moins en moins de clients tous les ans. Puisqu'ils décèdent ou ils partent en retraite. Il y a 26 ans que la loi est passée, alors nous voilà au bout du rouleau dans 4-5 ans. Oui. Et un métier traditionnel va disparaître alors? Comme beaucoup de travaux artisanaux. S'il y a encore beaucoup de jeunes qui restent en compte dans le pays d'Auge, ça nous aidera à tenir, mais à l'heure actuelle, nous travaillons que 5 mois, 6 mois par an. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Le restant du temps, il faut trouver une autre occupation. Bon, pendant un moment, nous avons la remise en état du matériel, la révision, mais ça ne suffit pas. Et vous, vous-même, vous personnellement, qu'est-ce que vous faites les autres mois? Personnellement, je me suis recyclé dans l'informatique et soi-disant, il y a beaucoup de débouchés, mais en gros système, dans la région, il y en a très peu. Il faut aller sur Paris. Alors, de l'alambic à l'informatique, quelle différence? Sans doute, mais il faut s'adapter à son temps. U weet nog wel, die kleine woning in Wezenbeek-Oppem. Vera Starzinska heeft nu 2 maanden gewerkt. En bij ons volgende bezoek, enkele dagen geleden, hingen de kale muren schuin van de kerstversieringen. Van de voordeur langs buiten en binnen, tot de trapzaal boven en de meer intieme gelegenheden, baden in puur, glinsterend kerstlicht.
Enkele wassenbeelden uit het museum van Madame Tussaud gaan nu geregeld op wereldreis. Zo waren Hendrik de VIII, Winston Churchill en Charlie Chaplin te gast op de onlangs in Antwerpen gehouden Britse Dagen. Marie Tussaud heette eigenlijk Groosholz en werd in 1761 in Straatsburg geboren. Als royaliste tijdens de Franse Revolutie aangehouden, werd zij belast met het maken van dodenmaskers van beroemdheden onder de guillotine gestorven. In 1795 huwde zij met François Tussaud en reisde gedurende 33 jaar door Engeland met haar wassenbeeldencollectie. Later vestigde zij zich in Baker Street en zij stierf in Londen in 1850. Sedert 1884 bevindt zich het hoofdkwartier, het museum en het planetarium van Madame Tussaud aan de Marylebone Road. In dit reuze bedrijf werken in totaal 400 mensen. De Engelse kunstacademies leveren de artiesten voor de boetseerstudio's. We usually have one interview, a sitting beforehand, in which we take a lot of measurements and photographs, and then from there we build our armature and work entirely in clay. Without the person there, so we work from our photographs. So we use calipers, so we measure width of face, length of face, chin to nose, those sort of measurements, as well as the body measurements. We have a research department who look after the historical details, and they do this very carefully and get all the particular aspects absolutely correct. But the people who are alive, we usually get their clothes. Their own clothes? Yes, their own clothes. They give them to us and the figure wears them in the, in the exhibition. Van de boetseerstudio's gaat het model in klei naar het gietatelier. Hier wordt eerst een afgietsel in gips vervaardigd dat later een wassen evenbeeld zal krijgen. Er worden zowat 25 nieuwe figuren per jaar aangemaakt en zij kosten elk afgewerkt zowat 300.000 Belgische frank. Uw reporter werd vriendelijk verzocht om zijn rechterhand aan Madame Tussaud te schenken. Weliswaar niet afgehakt, maar dan toch in gips. Zo verdween mijn hand in een pot met een chemisch product dat langzamerhand zou verharden. De aandacht gaat natuurlijk naar het hoofd van de wassenfiguur. Ijverige Britse meisjes planten haartje na haartje in het wassenschedeldak. Geen sprake van pruiken dus. Ook de vleeskleur wordt zorgvuldig bijgewerkt. Toen kreeg ik de opdracht om met een licht kietelende beweging mijn hand uit de intussen hard geworden materie te verwijderen. In de lichtgekomen vorm werd dan plaaster gegoten. Excellent. So the next stage is we'll fill this mold up with some plaster. Dat alles onder het haviksoog van Picasso en het passen van een bril bij Agatha Christie. In een ander departement zocht men geschikte ogen voor wijlen president de Gaulle. In het kappersalon staarde de kop van Liza Minnelli naar het komend succes. Over vier verdiepingen staan zowat 350 wassen beelden verspreid, individueel of tot taferelen gegroepeerd. Kuierend loop je Giard tegen het wassen lijf. Hitchcock regisseert Martina Navratilova en een sensueel liggende Joan Collins. Onder helse rockmuziek staat John McEnroe te tennissen en David Bowie te huilenbalken. By a current of electricity sufficient to cause your immediate death. In de gruwelkamer, goed voor honderdduizenden bezoekers, sterft onder meer een man op de elektrische stoel. The first thing that we look for is a famous face.
because in the exhibition there are many figures, but most of them have got faces that you can instantly recognize if you come here as a visitor. The other thing is that you are going to be famous and in the public eye for at least 5 years, because we make a wax figure for at least 5 years to be on show. A committee is deciding about it, I suppose. We have a committee here. That sounds very formal. But we do meet once every month, and it is, if you like, our editorial committee when we talk about new figures, figures that maybe sometimes have to come out of the exhibition, and so on. Do you pay the models for their reproduction? Never. There has never, ever been any question of payment. In fact, most people who give us sittings and who are appear in the exhibition, in fact, all people, we suspect, feel that it is a recognition of their fame. What happens to figures which are removed? Who takes the decision to remove them? And do you keep them somewhere? Well, the decision to remove them is very often based on what the real person is doing in their own professional life. If somebody goes out of the public eye or retires, perhaps a footballer, from the game, then we will take away that figure, and there is always somebody new, say a new sportsman, to take a place. But do you keep them somewhere? We keep the figures in the studio, but only the wax head, and we always keep the plaster mold, because that is our negative, and if we ever want to make another wax figure, we can use the mold again. Je schrikt wel even als je de paus tegen het lijf loopt, of bisschop Tutu. Kohl, Harrison en Mitterrand houden een politiek onder onsje. De Gaulle vond zijn aangepaste ogen. Uit de Sovjet-Unie doken zowaar papa Lenin op in gezelschap van Brezhnev en Gorbachev. En tenslotte was er nog mijn hand, een propere hand die na enige sneden uit het gips tevoorschijn werd getoverd. Een stuk Tussaud om in de leefkamer te plaatsen. Nieuw is de afdeling in Windsor. Tussaud kocht er het 19e eeuwse station met trein, perrons, wachtzalen en overkoepeling voor een wederzamenstelling van de aankomst van koningin Victoria in 1897 in dit station. Alles levensgroot. Punt in Windsor, levensgrote sprekende en bewegende beelden vertellen over het bewind van koningin Victoria. 60 years she ruled. She entered a dignified widowhood, grieving for the loss of her husband. She was to rule without him for 40 more years alone. Yet she was reassured by Disraeli. Indeed. Invention of the wireless telegraph. Electric light, the great railways, industry. We have served our past, enjoyed the present, created the future. She said, in gratitude to her people, how kind you are to me. From my heart, I thank my beloved people. May God bless you. May God bless them. Bless them. Then she was gone.
weet nog wel, die kleine woning in Wezenbeek-Oppem. Er hangen 600 bollen en kilometers fleurige guirlandes. En wie het hoofd in kerstontroering naar het plafond verheft, waant zich onder de sterrenhemel in Bethlehem. De kleinste kerk in België is waarschijnlijk die van de Indianen. Zes families proberen in ons land te leven zoals de Sioux-Indianen van 100 jaar geleden en proberen die hun geloof zoveel mogelijk over te nemen. Als het kan trekken ze in het weekend naar Casterlee om er 2 dagen lang in een tipi, een ras-echte Indianentent, te wonen. Ze leven als echte Sioux en laten zich daarbij leiden door een medicijnman, Vee van de Zanden, in het dagelijks leven een arbeider uit Beringen. De zon opkomt, dus 's morgens als je uit je bed komt of je staat buiten, dan zeg je goeiemorgen, bijvoorbeeld tegen de zon, tegen een nieuwe dag, nieuw leven. Want zonder de zon kunnen we niet leven. Dus dat zijn maar enkele seconden op een dag eigenlijk, dat je dus eigenlijk tot jezelf kunt komen. Dus gewoon de natuur bedenken. The Indians, in my opinion, were the first conservationists. They did never overhunt an area. They just took what they needed. And when it was scarce, they would move somewhere else. But they always moved in a circle. And the Hoopoe, you know, the Indians believe you are born, you grow up, you have a family, you die, your spirit is reborn. Everything goes in a circle, like the universe. Voor deze mensen gaat het om meer dan een grote verkleedpartij. Voor hen staat het geloof van de Indianen voorop, met al zijn aandacht voor de natuur, de lucht, het samen zijn, het vuur en natuurlijk ook de heilige pijp. Een Indiaan geeft van elk ding dat er groeit op aarde is dus een heiligdom. We hebben het gekregen van de schepper, dus planten voor ons te genezen, water voor te overleven, vuur voor ons te verwarmen en lucht voor te ademen. Ho ki e le hanya ho yate, ho ki e pe ho ki e chanumpa heo. Wat heb je nu gedaan? Dus ik bedank het mysterie voor al hetgeen dat we gekregen hebben en al hetgeen dat we mogen gebruiken van de aarde, de planten, de lucht, het water, het vuur. Dus ik heb ook gezegd dus dat we proberen van zo goed mogelijk de weg, de rode weg te volgen, de weg van de heilige pijp. Hoeveel stenen liggen daar? Het zijn er ongeveer 28. Dus dat zijn de 28 dagen van de maand. Dus er zijn maar 28 dagen, maar dat zijn 13 maanden in een jaar. Dus als we dat vermenigvuldigen, komen we hetzelfde getal als dat er nu 364 of 65 dagen zijn. Dus maar in feite, dus zijn er 13 maanden. Dus 13 maanden. Groot mysterie. We danken u voor de planten,
de vruchten. Voor al hetgeen dat u ons geschonken hebt om te overleven. Hou mitakwa, Yasin. Hou, hou. Te veach pe a te chanum pa blue na va je encore tronka me 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 ha ha ke a sa cha ve a ma ya je ko kola me he cha ya ve a ma e to wo ma yo ka yo i ante wa ze ya ta cha no pa bro no je on ka tron ka me 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 ha yo ha yo ke o sa cha De kleding, dat zijn herten, van hertenvellen. Ja, en dat zijn allemaal glazen pareltjes. Iets anders als versiering dan pareltjes, dat zijn stekelvarkenspennen. Waar dat we ook veel mee werken, dus ik kan u iets daarvan tonen. Dat zijn dus, is een roezas gemaakt van stekelvarkenspennen. Is dat duur, zoiets? Ja, dat komt nogal duur uit. Omdat dat moet geïmporteerd worden van Amerika. En u heeft ook een dier op uw hoofd. Heeft dat een betekenis? Nee, dat is gewoon sieraad. Die heb ik dus wel niet dood hoeven te doen, want die is achter in de tuin gevonden, bevroren. En dat gebruiken we dus wel. Ja, een tipi is rond. De zon komt in het eerste op en die draait rond. En al wat in de wereld bestaat is niet vierhoekig, hè? Of niehoekig. Het is allemaal rond. Daarom maken wij de tipi's rond ook. Dat is de ideale vorm. De tipi behoort aan de vrouw toe. Dus met andere woorden, als de man iets doet wat dat de vrouw niet zint, vliegt hem buiten. Dan staat zijn spullen aan de deur en dan kan gaan. En jij woont heel graag in een tipi? Ik vind het praktischer als in een woning. Omdat je alles bij de hand hebt. Je hoeft geen deuren open en dicht te doen. Je hoeft geen trappen op en af te gaan. Je hebt hier alles voor het pakken. Mag dat van de wetgeving? Je mag eigenlijk helemaal niet leven in een tent. Het is verboden door de wet. Je mag alleen leven in een tipi. Dus alleen een tent in vakantieperiode. We hebben nogthans 4 jaar in een tipi geleefd. Zomer en winter. En we waren dus ook gehard in winterperiode. Want we liepen op blote voeten liepen we de sneeuw in en alles. Moeten we nu niet meer doen. Omdat we, daar kunnen we gewoon niet tegen. Dan ben je verkouden. Zijn jullie toen uit de tipi gevlogen, na die 4 jaar? Nee, eigenlijk was dat wel een besluit van ons eigen. Omdat je leeft in twee werelden, ziet u. En je moet ergens een keuze maken. En vermits dat je in deze maatschappij nu kunt leven gelijk je zelf wilt, moet je in het gereel lopen. Hè? Vind je dat je je kinderen goed opvoedt voor deze maatschappij? Ja, dus ik laat ze de twee werelden zien. Hetgeen dat de maatschappij wil en hetgeen wat dat eigenlijk het leven is.
Is ze nog altijd van dat gedacht, dus we kunnen nog altijd leven zonder te werken. En je kunt op straat moeilijk in indianenkleren gaan rondlopen. Ja, dat kunnen we wel natuurlijk, maar ik denk dat we dan redelijk wat problemen gaan krijgen. Ja. Op gebied van de wet en zo. Want je vrouw heeft ooit eens de baby in een indianenwieg meegenomen op straat. Die heeft 7 maanden heeft die een draagwieg geweest. En wij ook achterna geroepen, dat is normaal. De mensen weten niet wat dat ze zien in feite. Hè. Maar wel voelen ze haar op zijn gemak in die draagwieg. Dus waarom moet je dan een kind opgesloten leggen in een kinderwagen? Het belangrijkste in het Sioux-geloof is de zweethut. Een soort van primitieve sauna waarin het tot 140 graden warm kan worden. Voor hen is de zweethut een gebeds- en meditatieruimte, een kerk als het ware, waarin ze de pijp roken, praten, bidden en zingen. Ik vraag me eigenlijk dikwijls af waarom al die boeken en al die geschriften, waar dat we in feite niks kunnen uithalen. Dus we hebben het allemaal voor ons. Dus alle dagen gebeuren er mirakels. Dus je ziet de planten die groeien, dus de lente, de zomer, de herfst, winter. Moeder Vera herinnert zich dat ene jaar van de 37 dat zij ziek was met kerstmis. Immer was ik ziek, daar heb ik niks gedaan, nog bang gezet. Maar dat was dood. S'morgens vroeg, dat is toch zo plezierig. Die kleine lichten aanzetten en stilke zetten en mijn platen draaien. Helemaal stil. Polnische platen. Ik leef daarmee. Net buiten Brussel, aan de vijvers van Woluwe, ligt het beroemde Hertoginnedal. Het kasteel bekend van de marathonconclave die zo diep in onze portemonnees tastte. Nu 30 jaar geleden werden hier ook de basisteksten van EG en Euratom opgesteld. Buitenlandse staatshoofden en ministers logeren er. Hertoginnedal wordt beheerd door de Koninklijke Stichting, een zichzelf financierende organisatie opgericht door Leopold II. In het domein ligt de Romaanse Sint-Anna-kapel, 900 jaar oud. Een kapel met een eigen priester. Sinds 25 jaar resideert hier eerwaarde heer Adolphe Mignot. Alleen de koning woont op een groter domein dan hij. Thank you.
Waar komt de naam Hertoginnedal vandaan? Ah, dat bestaat uit twee woorden, dal en Hertoginnedal. Dal, de vallei van een klein stroompje, de Woluwe. Die stroomt door het goed hier. En Hertoginnedal, dat is de weduwe van Hendrik III, hertog van Brabant. Die tussen twee haakjes de huidige kerk in Leuven, de gotische kerk, dus de parochie van de studenten, die heeft hij gebouwd. Hè, en het klooster ook. Welke tijd was dat? In 1260, 59, 1260. Hij sterft en zij wil ook iets doen, zoals Ramon gedaan had, iets wat zou blijven na overlijden. Hè. En ze kende Thomas van Aquino, die grote filosoof. Hè. Hij is in Keulen. Hij doet daar weten, ik ga naar Parijs, kom voor Brussel en ik zou graag willen spreken. En hij heeft haar aangeraden, toen zij voorstelde van iets te willen doen, van iets wat blijft, wat duurzaam is. Hè. Maar zei, waarom zou ik in klooster van zuster Dominicanesse? Dat bestaat nog niet in Nederlanden. De voormalige Nederlanden, wel Paters Dominicanen, Leuven bijvoorbeeld. Hè. Maar, en hier, dat is dus Hertoginnedal, het allereerste klooster van zuster Dominicanesse. Van Nederland. En zij heeft zelf de naam gegeven aan het klooster Hertoginnedal. Mignot is de levende encyclopedie van Hertoginnedal. In het kwart eeuw dat hij hier verblijft, heeft hij niet alleen over de geschiedenis van het domein gepubliceerd, maar er ook mee de geschiedenis gemaakt. Want de 28 hectare grond geven slechts geleidelijk hun geheimprijs. Neem nu de schedel in Mignots bureau. Ja, dat was een lekkere waterleiding achter het kasteel. Daar hebben ze moeten opgraven gedaan. En de kerkhof van de nonnetjes. Van zusters Dominicanessen van het klooster van 1262. En 4-5 hoofden. En dat was juist een vergadering van de ministers ook. Hè. Niet alleen Belgische, maar buitenlandse mensen ook. Hè. En twee die namen hun hoofd mee onder haar, gingen mee naar huis. En de opzichter die was erbij. Die stond ervan te kijken. Of zelfs dat die klacht heeft ingediend. Hè. En bang dat ze de derde ook zo meenemen, heeft hij naar mij gebracht. Hè. En het is het hoofd van een nonnetje. Of een werkvrouw, dat is ook mogelijk. Hè. Dat kon ze zijn condeer niet zeggen, hè, want dat was niet. Maar toch een vrouwenhoofd. Hè. En ik vroeg waarom, hoe kunt u zien dat dat een vrouwenschedel is? Als, hè. Maar een man heeft veel meer hersens, hè. Dat is zo febreers. U houdt van oude spullen? Ja, ik heb een soort weemoed naar het verleden. En dat heb ik altijd gehad. Misschien door mijn studies, misschien, ik weet niet. Die Griekse kunst, de Griekse taal en het Oud-Romeinse Rijk en zo zie je. En dan vooral de middeleeuwen. Ja, ik heb toch al veel met mijn kunst bezocht, of kunst bezig gehouden en zo. En altijd, en nu nog? Zeg maar, ik zou dat graag zo 2-3 jaar, niet meer, 2 jaar willen leven in die tijd, zo zie je, een beetje mee te maken zo en al. Mignot werd geboren in Eindhoven, uit een Belgische moeder en een Hollandse vader. Thuis sprak men Frans. Het gezin was erg welstellend. Vader had een tabaksplantage op Java. Fra Adolf studeerde in Leuven en Rome, waar kardinaal Sunesse medestudent was. Daarna werd hij in Brussel kapelaan. Nu is hij een van de best bewaakte burgers van dit land. En dat is een van de redenen, denk ik, waarom ik nog niet het bezoek van dieven heb gehad. U slaapt ook met uw geweer, hè? Ah ja, ik heb een geweer naast me. Ik heb 3 keer op die 25 jaar dat ik hier ben, 3 keer geschoten, s'nachts. Als ik zo om 1 uur 's morgens mensen hoor om mijn huis heen, waren verschillende voetstappen. Ik zei, dat is niet normaal, hè? En dan ga ik hier stilletjes naar boven, geen licht aan, en het raam, zo 10 centimeter, en dan een schot in de lucht. Hè. En dat maakt lawaai ook s'nachts, als alles rustig en kalm is. En 1 keer op de 3 heb ik gehoord dat ze vlug wegliepen. Hè. Ja. Tja, ja. Maar dan slaap ik daarna toch niet goed meer, hoor. Als het 1 keer, dan ben je toch een beetje zenuwachtig geworden, zo en alles. Hè. Hoe oud is u? Hoe oud is u? 84. Dan zeg ik, word 84, de 5e augustus aanstaande. En dan ben ik al blij, dan kan ik de 6e zeggen, ik ben mijn 85ste jaar.
Zie je, dat is het omgekeerde met de dames, hè. Die ronden al de dag naar de benedenkant, hè. Ja. En ik met plezier naar de voorkant. Tja. Bij menig politiek debat of rood aanlopende internationale discussie was de kapel en zijn gastheer een vluchtheuvel om wat stoom af te laten. Met de regelmaat van een klok stappen dan ook prominenten, staatslui of ministers bij Mignon binnen. Angstvallig houdt hij er een gouden boek op na. Hij is al aan zijn derde boekdeel toe. Ze hebben nog dikwijls vergaderingen, hè? En ze kennen de kapel, hè? En als ze natuurlijk als ze de tijd hebben, dan komen zo 2, 3, 4, 5 naar boven. Maar toen het conclaaf was, vorig jaar, dan kwamen de hele groep, hè? Ik heb er foto's van, dat zult je dan kunnen zien, hè? Dat is compleet geloof ik, hè? En ze komen met plezier, hè? En dan, het is een pret om te zien hoe vrolijk ze zijn en opgewekt en lachend, hè? En elkaar zo'n beetje voor de mal houden, zo zie je het. Het is wel een echt gezellige, prettige geest. Ja. U noemt het wel eens een bus schooljongens die op reis is, hè? Dat zou je zo zeggen, die je losgelaten hebt tussen 2 cursussen, hè? Hey, het is speeltijd, jongens. Ja, want die zitten er altijd toch de hele dag, uren en uren, op die miljarden en miljarden en miljarden te kijken. Hè. En dan zijn ze blij. Maar hier, als er bloemen zijn, hè? Met conclaaf toen, de ministers hier, en ze zagen dat overal lelietjes vandalen. Hè. Zeg, mogen we vanavond terugkomen en wat plukken, hè, voor onze echtgenoten te geven. Ik zeg, zoveel als u wilt, hoor. Nee, dat is eigenlijk, het is een prettig gedoe, hè, als die hier komen, ja. Betty Ford. En mevrouw Ford, ja. Vrouw, dat is genoten van de president van Amerika, toen. Ja, en ik heb natuurlijk honderden bezoeken gehad op die jaren. Maar dat bezoek heeft de meeste indruk gemaakt. Hè. Wegens, dat verwacht ik niet, die diepe religiositeit, die godsvruchtigheid van haar. Direct toen ze in de kapel kwam, hè, zag ik dat direct. Hè. Toen sprak ze niet meer. En het was zo stil, we hoorden niets anders. Dan heb ik na 1 minuut of 20 gesproken te hebben over de geschiedenis van de kapel en van de hertoginnen dan. Toen zei ze, ja waarde, zouden we niet samen even bidden. Ik zei, nou, zeker zeg. Ik feliciteer je met het mooie, met die idee, met de gedachten. Hè. We zijn toch hier in een kerk van waar toch zoveel gelovigen zijn geweest. En wat stelt u voor als gebed? Het Onze Vader. Dat is ons gemeenschappelijk gebed, zegt ze. Want zij behoort tot de Episcopalische Kerk van Amerika. Dat is de tegenhanger van de heilige in Engeland, hè. En ik zeg, in welke taal? In het Latijn. Dus van binnen allemaal, die diepgelovigheid, en dan zeg ik het Latijn. En dat was werkelijk indrukwekkend. Hè? Dan hebben we samen, hardop, langzaam, paternoster, quercincelis. En heeft ze nog geschreven, een brief, die staat er, heb ik in mijn gastenboek ingelast. Hè? En daar ben ik uitgenodigd op het Witte Huis. U heeft me zo vriendelijk hier rondgeleid. Ik zou genoegen zijn, groot genoegen, om u rond te leiden in het Witte Huis. Hè. En dat heb ik natuurlijk geantwoord. Hè. Ik zeg, dat is heel vriendelijk, erg dankbaar. Maar ik blijf liever hier, want ik zie me al daar in de Atlantische Oceaan. Hè, met zo'n ding om me heen. Hè, en dan mijn vuiver en mijn zakdoek. Misschien of er geen vliegtuig voorbij komt om het water op te halen. Hè. Je heeft schrik van vliegtuigen. Ja. Kijk eens, kunt u hier goed zien, hè? Die vesting, dat is een echte, hè, die toren. Hm? En al die schietgaten, vol met duiven nu, hè? En in het derde, boven het hoofd, ja, zijn hoofd, hè? Nou, daar de tweede, boven. Dit jaar 3 jonge, hoe zeggen we? 3 jonge valken. En ze zijn weggevlogen, maar ze blijven waarschijnlijk hier. Op het goed natuurlijk. Als ze hier geboren worden, dan gaan ze niet weg. Hè.
Zeg, in de visvijvers voor Hertoginnedaal. Heeft u er ooit gevist? Ja, één keer. Ik had gevraagd of ik mocht vissen. En toen zei die goede schenking, ja, maar het is nu verhuurd. Dan moet je aan de huurder vragen. Ik heb het er gevraagd en zei, ja goed, u alleen, maar niet meer dan met drie lijnen. Hè? Als er misschien tien zijn. Ik heb met één lijn begonnen. Na een half uur. 10 karpers, de twee emmers waren vol. Er wordt nooit gevist. Dus ik kwam dan met mijn angel en een stukje brood. En dikwijls, het brood kwam nog niet tegen het water. Hap! Het was niet sportief. Hè. Heb ik direct heb ze teruggekomen het water en dan. Maar daar, alle 4 jaar worden die vijvers leeggemaakt. Dus water weg. Hè. En al die vissen. Hè. Echt een wonderbare visvangst van alles. Hè. Karpers, lauwe, baars, paling, van alles. Hè. Maar dan een geweldige hoeveelheid. Hè. Want die man die neemt dat allemaal in speciale camions. Ja. Die gaan daarmee naar andere vijvers. Daar vullen ze de vijvers mee en dan zetten ze hier jonge vis op. Hè. En de voorlaatste keer, er waren er 9 snoeken. En 1 snoek, houdt u goed vast, hè? 1,10 meter. Op Hertoginnedaal? Hier, alleen de vijvers in de werf. Die heeft zeker niet moeten inleveren voor het Sint-Anna-plan, hè? Ja, dat is zo. En dan denk ik, als ze dood waren, want ze kennen dat, die pakken dat dan tegen een boom, hè? En dan hebben we daar die bek open gedaan. Hè. Zulke tanden, hè. Spits. U leeft eigenlijk in het aardsparadijs, hè? Dat is een aardsparadijs hier, ja. Dat is een paradijsje hier. Ook ben ik helemaal niet gehaast voor het andere paradijs, hè. Iedere dag denk ik aan mijn dood, hè. En dat met opzettingsbelang, met eigen belang ook. Ik wil me gewennen aan het idee. Altijd bang zie je dat er zoiets zo plotseling overkomt en dan een soort angst zie je. Ik wil me daar helemaal mee familiariseren. Ja, als een dokter in de van het examineert, het is gedaan, u heeft kanker, u heeft nog voor 2-3 maanden, dan zal ik dat gemakkelijk kunnen aanvaarden. Want de meeste mensen, die ik ken, ze in mijn familie ook, hè, allee, als we erover spreken, nee, laten we over iets anders spreken. Zie. Die werpen altijd die gedachten van zich af, zie je. Mijn vader niet. Die wandelde met plezier op de kerkhof. Tegenovergestelde van mijn moeder, die moest er niets van hebben. En mijn vader die is 94 geworden. Nee, ik heb trouwens mijn graf hier. Tegen de kapel, tegen de koor, hè. Daar heb ik mijn grafsteen al. Hè. Door een ministerieel besluit heb ik verkregen, dankbaarheid voor wat ik gedaan heb voor de kapel, dat ik hier mag begraven worden. En heb ik mijn steden van tevoren laten maken, daar hebben mijn broers en zusters er geen last mee. Hè. En wie weet wat ze erop zouden geschreven hebben. En in het Latijn hier, ik zal het even laten zien. Hic jacet, 2 keer per jaar dan was ik hem. En dan mijn naam, Adolphus Mignot, Sacerdos, 1903. En onder, vivat in Christo, dat heb ik in de catacombe gevonden. Hij leven in Christus. En ik heb er al 1 keer bloemen gehad op mijn graf. Woensdags, als het openbaar bezoek is. En dan de politieagent om de tijd door te brengen van 2 tot 5. Die had zo'n praatje met iedereen die er zo langs komt. En had onder andere een dame gezegd dat mijn grafsteen hier was. En ze had verstaan dat ik er al onder zag. De volgende week woensdag erop kwam ze met de roze bloemenruiker. Hier, voor mijn graf. Ik geef me rekenschap hoor, dat ik werkelijk een verwend kind van onze lieve neer ben hier. Hè. Dat u zo voor mijn oude dag in zo'n klein paradijsje hier geplaatst heeft. Hè. Nee, en elk jaar wordt zo lang gezien. En ieder jaar is het nog mooier. Hè. Ik ken ieder struikje, ieder boompje, nou, vanaf maand februari, maart. Dat wordt gewerkt, zeer interessant. Hè. Dan ziet dat allemaal komen. Prachtig hoor. Nee, dus, paradijsje. Ik zeg het dan ons even neer. Vergeet me nog maar een beetje. Hè. Ik ben niet gehaast voor uw paradijs. Hè. En dan zeg ik erbij, zeg ik niet, want dan zou ik dat niet prettig vinden. Maar dan denk ik, beter 1 vogel in de hand dan 10 in de lucht. Hè.
Zeg. Hij staat erop, hè? Ja. Ja. U is een uitzonderlijk man, zegt men wel eens, hè? Ja. We eindigen in vreugde en in blijdschap, hè? Ja. Tot het laatste toe, hè? Zo zijn we, hè? Ja. Is er nog iets dat u vertellen wil zo bij het afscheid? Nee. Nee? Maar, ik kan zeggen tot ziens, maar nog niet morgen, hè? Nee. Niet te gauw, hè? Bedankt voor de gastvrijheid. Jullie weten, als het om vakantie is, je hebt toch ook twee, drie weken congeerd, drie, vier weken. En je bent in Brussel of zo, met familie of zo, woensdags. Kom dan, hè? Dan is de kapel open. De kapel open? En dan komt hij naar me toe, want als er veel mensen zijn, dan zie ik misschien niet, hè. En dan zal ik ook in mijn huis laten zien, hè. Dan kunt u de vazen nog eens zien, hè. Bedankt voor de gastvrijheid. Voilà. En een nog lang leven. Ik heb toch tot prettige dagen gevonden. Ja, wanneer eindigt hij, zeg? Als u terug binnen gaat. Ah, bon. Tot ziens. Tot ziens, hè. Dag. Dag. Daar gaat de monnik weer weg, hè? De kluizenaar, hè? U weet nog wel, die kleine woning in Wezenbeekoppen. Eergisteravond zijn de kinderen en de kleinkinderen geweest. Weer een groot feest voor de 37e maal. Alles blijft nog tot 20 januari. En dan weer 14 dagen lang afbreken en herbeginnen voor Kerstmis 1988. Straks, dames en heren, is er bij ons nog nieuws omstreeks kwart voor middernacht, maar nu eerst een aflevering van De Vreffenaar. En ook voor Robert McCall is het kerstmis, alleen gaat het er bij hem niet zo vredig aan toe als bij ons.